Goedemiddag, mijn naam is Jos Aar van Vaglas om de verzameling op met substitutie. Namelijk, accent is I over x plus tangens I over x. Substitutie gebruiken, maar als ze I over x tegenkomen, dan gaan we I over x gelijkstellen aan u. Dan kun je I schrijven als u maal x. Dus I is dan u maal x, u ook een functie, x de constant afhaalbare. Dan accent is dan u accent x plus u. Om de afhaalbare van x 1 is, ja, dan kun je uw functie schrijven hier, accent, dus wordt u accent x plus u. Is dan u, ja, plus de tangens van u. I is hier tangens van u. Je merkt de u valt weg. Ja, dan krijg je u-accent. En u-accent is du dx. Ja, dus du dx maal x is tangens u. Dan kun je de variabelen gaan splitsen, gaan scheiden. Krijg je hier du over tangens u aan de ene kant. Aan de andere kant krijg je dan dx over x. Ja, nu, d over tangens u wordt ln sinus u. De integraal daarvan wordt ln sinus u. Ja, en dan wordt ln x. Dit wordt ln sinus u. En dan krijg je, ja, dit, hoe kom je daaraan? Wel, d over tangens u is d over sinus u over cosinus u. Dan kun je de cosinus u naar de teller brengen. Cosinus u du over sinus u. Dan krijg je d sinus u over sinus u. Als je dit integreert, krijg je ln van sinus u. De andere kant krijg je dan hier ln x. Ja, dat betekent dat sinus u gelijk aan x zal zijn. Als ln sinus u ln x is, dan is sinus u gelijk aan x. Ja, of sinus I over x is x. Nu, we moeten I gaan zoeken. We gaan I een functie schrijven. Daar gaan we de boogsinus toepassen. Ja, dan krijg je boogsinus x wordt dan. De sinus over x is x. Dan is boogsinus x. Is dan I gedeeld door x. Ja, oftewel, I is x boog sinus x. We hebben nog een constant, ik ga die eentje weglaten hier voor het makkelijker te maken, wordt niet bijgegeven. Dus I is x boog sinus x. Ja, nu klopt dit, ja, we gaan eventjes testen. Accent, ja, dus oplossing is x boog sinus. Accent is dan x boog sinus x afleiden. Ja, accent is dan boog sinus x plus x. En afleiden boog sinus 1 wordt 1 over wortel 1 min x kwadraat, dus plus x wortel 1 min x kwadraat. Ja, uw I over x is uw boogsinus x, dit is boogsinus x. Ja, en tangens I over x is tangens boogsinus x. Dus tangens boogsinus x. En dan weet je uit de informatie van de circumferentie functie dat dit gelijk is aan x over wortel 1 x kwadraat. Kijk dan een video over trigonometrische functies. Dit is x over wortel 1 x kwadraat. Dan merk je inderdaad dat die dit hier komt hiermee overeen. Eerste gedeelte en tweede gedeelte is daar komt overeen. Dus inderdaad, dit is de juiste oplossing. Dank voor de aandacht en de volgende keer. Bye bye.